We gaan eens kijken wat de Daily Challenge ons op deze zondag brengt. 347 mensen. Start de challenge! Dit. Als ik dit zo zie, dan zou ik bijna 100% zeker zeggen dat het de Canada is. Even kijken. Dit is irritant. Gaan we weer met blinde vlekken werken? Of. Nee. Ik ben gewoon zelf te ongeduldig. Ik was zelf gewoon te ongeduldig, jongens. En meiden. En alles wat er tussenin zit. Nee, dit is een gevalletje van. Te ongeduldig zijn. Oké. Nou. Gaan we kijken wel. Oh. Nee. Wij. Ik was stom. Dat is dus echt duidelijk een geval van te ongeduldig. Even kijken, want daar is een dorpje. Dus we gaan gewoon die kant op. Kijken wat het ons brengt. Wat ik zeg, ik ben er bijna 100% van overtuigd dat dit Canada is. Waar was dat? Waar was dat de laatste keer dat ik dat. Dat is al een tijdje geleden. Nou ja, welke staat heb ik al een tijdje niet gehad? Van de. In Manitoba en Saskatchewan. Ik denk dat het Saskatchewan was waar het in was, maar. Ik durf het niet 100% zeker te zeggen. Oké. Dat is sowieso de Canadese vlag. Dat kan ik niet lezen. Kan ik dit lezen? Nou, het is in het Engels. Dus dat valt al mee, want er valt er een aantal af. Oké. Kijken of we terug daar naartoe gaan. Ja, wat ik zeg. Het kan Manitoba zijn, maar. Ik denk dat het Saskatchewan was de vorige keer. Hey, wat was het ook? Yay! Woehoe! Nek! What the fuck is dit? Dit is heel duidelijk Amerika. Kunnen we alsjeblieft naar HD-land gaan, alsjeblieft? Ik wil gewoon heel graag naar HD-land. Ah, dit is ook nog niet HD-land. Dan gaat het ook moeilijk worden om bepaalde dingen te herkennen. Jezus, en waarom zo scheef? Wat is het? Heeft deze Google Geocacher Auto een lege band of het scheef hangt? Jezus, dit is gewoon storend. En wat ik zeg, ik wil naar HD-land. Hij maakt zulke kleine sprongetjes voorwaarts totdat het zo ver weg is. Nee. Oh nee. Wat? Ik mag hier zelfs niet naartoe. Oh ja. Eens kijken. Misschien dat. Jesus Christ, man. Oh boy.
Nee, niks. Oh mijn god, echt serieus. Dit brengt me ook gewoon niet naar HD-land. Holy shit, what the fuck, wat ben ik nou in één keer? Het lijkt alsof ik in één keer een andere straat gesprongen ben. Het is heel duidelijk met dit gedeelte hier. Ik weet niet eens bij welke staat ik hem op dit moment geplaatst heb. Oklahoma en de pennenhandel misschien net. Zullen we even kijken. Oh nee. Colorado. Nee, Colorado is het niet. Colorado durf ik wel te zeggen dat dit niet is. Dus dan, het zou Oklahoma, Kansas, Missouri, Arkansas ook niet echt. Iowa ook niet. Missouri denk ik dat dat wel HD geweest zou zijn. Ik weet dat ik in Oklahoma ooit een keer een hele slechte. Het was op dat zandwerkje. Nee, te laat. Oh. Ik wilde hem net in Colorado zetten. Ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb. Is. Oh, kijk. Hey, hallo? Oh nee. Ik heb gewoon geen. Oh. Damn. Dat was een beetje overenthousiast van hem. We zullen eens kijken. Want ik heb een vermoeden. Als ik dit zo zie. Als ik het begin zag. Dan zeg ik te denken aan Polen. Maar of het dan ook Polen is, dat zullen we zo zien. Even kijken, het ziet er wel uit als Poolse namen. Kijk, dit is 16, dus dat klopt wel. Oké, als ik die kant oprijd, dan rijd ik naar het noorden toe. Ik ga even een stapje achteruit, met name zodat ik die andere namen even goed kan zien. Dus dan zou je denken dat ik hieronder ergens zit. 31, dit is 31, dit is 31 naar noorden. Even kijken, wat was het? Kijk, dit is duidelijk een grote stad. Kijken of ik die 125 kan vinden, dat zou mooi zijn. 24. Dit is 125 daar. Kijk hoe ver ik die kan volgen. Kijk. Die kruising die hebben we. Dit is die kruising. Ja, dat klopt dat ook. Ja, want daar zit een. Dan moeten we gaan gokken. Hoe ver we daar vandaan zijn. Ben ik een riviertje over gegaan? Dat is belangrijk. Ik weet niet of. Ik denk het niet. Dus ik zit ergens tussen hier en hier. Ja, en dat is echt gokken. Dit kan makkelijk 4999 punten worden. Om. Ik heb geen gebouwtjes hier. Ik heb geen dingen hier. Het enige wat ik kan gaan kijken is hoe ver dat riviertje weg is, eventueel. Oké, dat gaat hem niet worden, denk ik. Ik heb nog 6 seconden. Dit is een inhammetje. Waarom zit er een inhammetje op? En. Ah, 5000 punten. Yay! Woehoe! Next! Ah, kijk jongens, dit is. Alaska blijft een mooi land. Of een mooie staat, sorry. Ja. Nou kan dit ook nog wel Noorwegen zijn, maar met die.
Ik durf vrijwel zeker te zeggen dat het Alaska is. Nou, dat durf ik wel mijn hand voor in het vuur te steken. Sowieso als dit Alaska is, want het is gewoon heel koud. Kijk, en deze geocacherauto die rijdt gewoon recht. Die rijdt niet zo schuin als die andere. En nogmaals, voor degene die denkt van, oh, hoe weet je nou dat dit gelijk Alaska is? Kun je zo mooi zien aan de bomen. Die bomen, dat is echt, ik durf te wedden. 9 van de 10 foto's waar deze bomen op staan, zijn in Alaska genomen. Nou, 8 van de 10, omdat het zou eventueel ook nog Noord-Canada kunnen zijn. En dan moet je echt hier aan denken, aan Yukon en zo. En Northern Territory. Northwest Territory, sorry. Het zou heel eventueel ook nog wel Noorwegen kunnen zijn. Maar dat is echt een heel beperkt gebied van Noorwegen dat dit soort bomen heeft, hoor. Plus, dan is dit ook veel duidelijker fjord. Dit zijn ook gewoon heel duidelijk bergen. Nou, ik zeg dat van, oh, het zou ook wel eens Canada kunnen zijn. Ga ik ze twijfelen, maar ik heb nog nooit Yukon gehad. Dus ik denk ook niet dat dit nou het geval is, hoor. Lijkt me heel sterk. Dat ze nou in één keer, na al die tijd, in één keer gaan zeggen, oh, kijk eens, hier heb je het. Hier heb je Yukon. Het zou kunnen, hoor. Ik bedoel, ik ben pas geleden wel vaker op locaties geweest waar ik nog nooit geweest ben, dus ik zou het niet onderschatten, maar overschatten sowieso niet. Dat is nergens voor nodig. Wat ik zeg, als het niet Alaska is, dan vreet ik echt mijn microfoon op. Ook als het niet Alaska of Canada is. Godzijdank, het is Alaska. Ik denk niet dat het... Moet je kijken, 3000. Oké, dit is... Ziet er Europees uit. Dan is alleen de vraag... Welk gedeelte van Europa zitten we? Zou dat dan Spanje zijn? Of zou dit... Nou weet je, ik denk dat die plaatjes die ik zie, dat die veel te klein zijn. Dan moet ik echt mazzel hebben dat ik ze op de kaart zie. Ik zet hem voorlopig even in Spanje, maar het zou makkelijk wel eens een driepunter kunnen zijn voor... kijk of daar San Juan Torralbi. Torralba, sorry. Dit zou makkelijk ook wel eens een driepunter kunnen zijn voor... weet het? Voor Argentinië. Want die bomen die erachter stonden, dat waren diezelfde bomen die er stonden toen ik dacht van, oh, dit is Lyon. En wat spreken ze in Argentinië? Jawel, Spaans. No, geef me iets.
Andorra. Nou, het is niet hier. Het is niet hierboven. Want het is niet in de bergen. Jongens, kom op. Iets. Ik loop mij suf te zoeken op de, in de hoop dat ik een van die namen vind. Ja, wat ik zeg, het ziet er gewoon Europees uit. Maar ja, dat was de locatie van dingen was het ook. De locatie van de vorige met die. Godzijdank. Jezus, het was toch een stukje nodig dan wat ik dacht. 21.000 punten, yay! Ja, Alaska, dat is net zoiets als, als Rusland en Brazilië en... Hallo? Oké, dan... Oh, hey, toch wel. Oké, ik dacht heel even dat hij vast zat. Hey, kijk. Daar had ik het nog over. En die zat een stukje dichterbij met alles eigenlijk, denk ik, toch? Misschien met Amerikaanse niet. Nee, met Amerikaanse niet. Hoe zat het met de Pools? Pools zat ik echt bovenop. Maar ja, dat was ook niet zo heel moeilijk eigenlijk, eerlijk gezegd. Kijk of we Zoidberg kunnen vinden. Die zal misschien nog niet gespeeld hebben. Dan gaan we kijken naar deze. Naar degene die tweede staat. Kijk, die zat er wel op. Die, nogmaals. Waarschijnlijk hebben die gewoon het bordje gevonden. Dat lijkt mij ook gewoon het meest logische. Dat kan ook bijna niet anders. Het bordje, het plaatje. Dat kan ook bijna. Het was, stond ook gewoon heel duidelijk stond het erop. En ik denk ook dat... we gaan gewoon eventjes inzoomen. Ik bedoel... Why not? We hebben de tijd. We hebben zoveel tijd als ik wil. Als ik wil dat dit een uur duurt, dan kan dit gewoon makkelijk een uur duren. Even kijken, nou, wat was het? San Juan en... Ah ja, hier Torobo. En weet je wat het dan zal zijn? Die San Juan die ik hier ergens heb zien staan. Was dat toch ergens anders? Dat was misschien toch ergens anders. Boeit niet. Maar ja, netjes. Leuk, 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 leuk. Yes. Ik ga nou lullen over dingen en ik... Nee, stop. Nou stop ik, want ik raak de draad kwijt. Dat was het voor vandaag.